Goedenavond, Macbeth. Generaal in het leger van de koning. Gouverneur van de opstandige gebieden. Binnenkort koning van het land. Wat doet een koning met onderdanen die hem kwaadgezind zijn? Die schakelt hij uit, die maakt hij onschadelijk. Ook aan de zijde van het koninklijk leger hebben wij heel wat gesneuvelde manschappen te betreuren gehad. Onder wie uw eigen zoon. Het is met het grootste vertrouwen dat ik mijn zoon, prins Melkhan, officieel aanwijs als mijn troonopvolger. In gelijke trouw zullen wij zijn opvolger, prins Melkom, ter beschikking staan. Ik wil een koning zijn met een luisterend oor. De moordenaar en zijn gezwel van een zoon in ons huis. Dan maak hem dan dood. Trek die glimlach van zijn gezicht. Echt? Bevrijd ons! De truc is om niet de stukjes tegen elkaar aan te duwen. Het beste is om met beide stukjes een beetje lijm te doen. Als je die dan zachtjes tegen elkaar aanhoudt en de lijm zijn werk laat doen.